Nou, ik ben benieuwd wat er vandaag weer in onze koelkast zit. Nou, kijk, boordevol. Eieren. Spruitjes. Appel. Kwartelei. Tomaat. Gember. Ei. Maar ik zie eigenlijk voornamelijk veel eieren liggen, hè? Dat klopt, ja, hè? Ja. Nou, dan denk ik dat we iets gaan maken met eieren. We gaan 2 grote vogelnesten maken. Heel speciaal. En niet de vogelnestjes zoals jullie ze kennen, maar met heel veel speciale eierbereidingen erin. Neem de eieren uit de koelkast en we gaan gelijk eraan beginnen. Met eieren kun je van alles doen. Je kunt er een omeletje mee maken. Gekookte eitjes, gevulde eitjes. We gaan eitjes gaan we opvullen. Kwartel-eitjes die gaan we beschilderen. Van deze eieren gaan we een spiegeleitje maken. Nou ja, zonder een ei zou de keuken niet meer bestaan. En dat gaan we presenteren in een keikoolvogelnest. En dat vogelnest gaan we maken van draadjesdeeg. We maken een keikoolvogelnest van gesponnen tarwe. Nou, die gesponnen tarwe... Die heet eigenlijk katajfi. Katajfi. We gaan het uit elkaar trekken. Op het moment dat je met de frietpot iets gaat doen, is het altijd belangrijk dat papa of mama erbij is. Want de frietpan die kan ervoor zorgen dat jullie flink gaan verbranden. En dat mandje dat gaan we volleggen met ons deeg. Is dat niet plakkerig? Ik vind dat een mie lijken of zo. Mie. Of een bol wol om te breien. Ja, heeft hem een breistok. Ik kan er iets leuks van maken. Gaan we hierin leggen. Hup, plof. Moet dat er niet nog allemaal Ja, doet hij er maar bij. Zo. Mats, mag ik van jou de bol even, alsjeblieft? Ja, dat zo. Kun je erbij? Allee, 1, 2. Ja, daar. Oké, go. Super, mooi. Nou, die gaan we gebruiken om zo ons deeg tegen te duwen. En dan ga je iets een beetje horen borrelen. Hè? Kom maar eens kijken. Hè? Goed kijken. 1, 2. In het midden zie je gewoon echt bijna helemaal niks meer. Kijk, hij is al mooi bruin aan het worden in ons vogelnest. Kijk eens hier. 1, 2, 3. Surprise. Wauw. Dat is cool. Vet. Gaan we omdraaien. Heel voorzichtig. Willen jullie er ook een maken? Yeah. Ja. Ja? Oké. Dit is ons netje. En hier is onze draadjesdeeg. Goed losmaken. En hoe voelt dat een beetje die... Een hele bos haar eigenlijk. Een hele bos haar? Ja. Zou je zo eens een draadje mogen proeven? Ja, proef maar eens. Het is eigenlijk gewoon deeg, hè? Proef maar. Ik wil net heel graag kokkin worden, dus dit is al een heel groot begin voor mij. Dat zal ook een heel groot einde hebben. Deborah, aan jou de eer om hem in de frietpan te doen. Ja. Zo. Vooral daar dan ineens uitkomt. Ja. Oh. Een kei mooie deze. Hij is bijna nog mooier dan die dat ik heb gemaakt. De eerste die Regie had gemaakt, die was zo plat. En eerlijk gezegd vond ik die niet zo mooi als die van ons. Want die van ons die kwam zo heel mooi, zo heel groot. Neem hem mee naar Ginter, Deborah. En dan kun je er wat zout over strooien. Wij gaan eieren koken. Hoe lang moet zo'n ei nou koken, denk je? 5 minuten. 5 minuten? 10 minuten. 10 minuten. Dat is wel een groot verschil, hè? Nou, de kooktijden van een ei hangt af van de grootte. Kleine eitjes gaan ongeveer een... 5 minuutjes koken om een hardgekookt eitje te hebben. Grote eieren hebben toch 10 minuten nodig. En waarom leg je dat op een schuimspaan? Anders... Anders gaat dat barsten. En als dat barst, dan gaat alles eruit komen. En hoe gaan we dat nu voorkomen? We gaan voorkomen door eerst een klein beetje zout in het water te doen. Om te weten of uw eieren vers zijn, daar is een heel simpel trucje voor. Water in de pan doen, zout erbij doen, het ei erin doen. En als het ei gelijk naar beneden zakt,
en het blijft mooi op de bodem, heb je een mooi vers ei. Op het moment dat het ei boven gaat drijven, dan moet je het ei niet meer gebruiken, want dan is hij slecht. Wij gaan een experiment maken in de magnetron. We gaan een cakeje maken van parmezaanse kaas. En dat gaan we eigenlijk gebruiken om zo'n eigenlijk fluweelzacht kussentje in ons vogelnestje te kunnen leggen. En daar gaan we al die eitjes op leggen. Ja. Oké? Okay? We hebben bloem nodig. 460 gram parmezaanpoeder hebben we. We hebben olijfolie daarvoor nodig. We hebben 380 gram eidooier nodig. We hebben 500 gram eiwitten nodig. En die eieren die gaan we scheiden. Eieren zijn goed voor ons lichaam natuurlijk. Ze geven een voldoende voeding. Zeker de eiwitten zijn heel belangrijk. Die zorgen voor een kracht in ons lichaam. Eidooiers daarentegen, niet te veel eten, want die zijn niet zo goed voor het cholesterolgehalte. 124 gram dooiers hebben we al. Oh. Oppassen dat er geen dooier hierin komt. Kijk, dat zijn, weet u wat ik dat noem? Nee. Goudvissen. Die zwemmen in ons eiwit. De kwartel-eitjes mogen eruit. We gaan die eieren gaan we laten schrikken in koud water. Dus we die eieren dan laten schrikken. Niet schrikken van boe, maar dat moest dan in koud water gebeuren. En dan kun je ze ook veel beter pellen. Hij is hem geschrokken, ik wel in ieder geval. Die schrikken maar niet, hè. Zijn toch harde eieren, hè? Deborah, wij gaan nu alles mengen. Dus alles wat hier op tafel staat, samen in één kom doen. Oké. Okay. Ja, dan voel ik me eigenlijk al een beetje een kok. Ja. En dan voelt het net alsof je al echt in een restaurant staat en zo. Bloem kan erbij. 80 volgens mij. 80 gram, hè? Moet maar goed kloppen. Doe je thuis ook veel koken? Ja, soms. Wat doe je dan allemaal maken? Soms wel eens avondeten, soms wel eens een cake. Of, ja? En doe je dan samen met mama koken? Nee, meestal doe ik het zelf. Voor het laatst heb ik het ook nog zelf gedaan. Ik vind het wel leuker om met z'n tweeën te koken. Vind je niet? Ja. Dit is zwaar werk. Is het zwaar? Ja. Ziet er wel een beetje raar uit, hè? Ja. Niet zo'n beetje geschift. Niet echt als cakebeslag, want het ruikt ook heel anders. Ja, ruikt er maar eens aan. Naar waar ruikt het? Naar kaas. Naar kaas. Deborah is een schat van een meid. Iemand waar je een opdracht aan geeft, die ze mooi uitoefent. Alles is altijd mooi perfect. Het ziet er gewoon goed uit. Mats, dit is voor jou. Deborah, die gaat de pot vasthouden. Oké, Lieselot, en voor jou de pollepel. En dan mogen jullie... Ja, dat mag daarin. En Mats, en goed vasthouden, hè, dat het er niet naast loopt, hè. En dan gaan we met vieren gaan we helpen, hè. En ik ga daar ook een beetje roeren, zo. Voilà. En dan gaan we zien dat dat papje goed erdoor komt. Zee, we hebben nog onze olijfolie. Onze olijfolie, die moet er nog door. We mochten een spatel nemen. Oh, mag ik niet? Dat is een gaar dan. Dat is een klopper. Ja, dat mag ook, dat mag ook. Dat is niet erg. Oké, okay, Lieselot mag roeren. Alsjeblieft. 50 gram olijfolie. Deborah? Mooi. Wauw, dat heeft een mooie kleur. Oké. Okay. Voilà, ons beslag is nu klaar. Dan gaan we dat heel voorzichtig erin gieten. Om dat nu makkelijk te doen, kun je daar ook een trechtertje op zetten. En dan giet dat er vanzelf in. Wij gaan een beetje smossen. Misschien niet. Smossen. Oké, dat was het. Nu, we gaan die fles toedraaien. Ja. Liever niet smossen maken, hè. Hij draait rond. Voilà. Goed aandraaien. Zo, Mats, en dan mag jij daar bommen op zetten. Bom. Een gasbommetje. Cool. Dat vind jij. Wow. Dat vind je tof, hè? Ja. Kijk eens hier. Dat zijn slagroompatronen of gasbommetjes. Die mogen hierin. Draaien, draaien, draaien. Andersom. En dan mogen die daarop draaien. Oh. En goed vastdraaien. En de fles ondersteboven houden. Ondersteboven houden. En nu? Eerst ondersteboven houden, ja. En nu goed aandraaien. Aan de andere kant. Draai maar. We hadden zo van die gasbommetjes die je daarin moest doen. En dan ontplofte dan. En dan hoorden wij zo...
harder schudden. Nee, maar je had het wel eigenlijk onder controle, alles. Goed zo. En dan gaan we dat hier inspuiten. In die bekertjes. Op zijn kop houden. En dan gaat hij hierin knijpen. En dan gaat er een beetje beslag uitkomen. Tot hoe ver moet hij ongeveer? Half vol, want dan gaat natuurlijk in de magnetron gaat hij nog groter worden. Kijk eens aan, daar komt hij al op. Ons beslag. Spuit maar door. Nog een beetje. Nog een beetje. En stop. Oké. Kijk, half vol. En Lieslotte, dan mag jij dit nou in de magnetron steken. 30 seconden. En dan hebben we een cakeje. Dat is de magnetron. Ja, 30 seconden. En start. Oké, goed kijken, hè. Hij gaat heel groot worden. Dan zie je het eerst een beetje bewegen. En op een gegeven moment schiet, ja, dan komt het echt heel langzaam omhoog. En dan, als de magnetron afgelopen is, dan gaat het weer een beetje naar beneden. Dan zakt het weer in. Vind je dat zo ontademen was? Het ging zo. En we hebben een cakeje. Precies een spons. Voilà, en daarom noemt dat sponscake. Dat is eng. 1, 2. Oh, mijn kijk eens God. Hier. En dat is onze cake. Dat is echt precies spons. Mogen wij eens proeven? Jullie mogen eens proeven. Okay. Speciaal, hè? Ja. Yeah. Mm. Een stukje. Zo'n sponskie in de microgolf, dat is wel iets nieuws. Normaal pakt hij dat in de oven. En ik ga dat zeker ook namaken. Heel zeker. Jullie mogen ze nu zelf maken. Ja. En dan mogen ze er allemaal tegelijk in. Toen er meerdere cakejes in zaten, toen zag je die één voor één voorbij komen. Dan zag je die zo één voor één naar boven stijgen. Dat was heel grappig. Nou, we gaan ze op zijn kop zetten, anders gaan ze uitdrogen aan de bovenkant. En nu blijft het vocht er mooi in en dan kunnen ze niet uitdrogen. Dit is een beetje van de kant gegaan. Oh, die valt er al uit. Dat is niet erg. Laat hem maar zo staan. Voilà, onze cakejes zijn. Klaar. Voilà, en dan gaan we nu eieren pellen. Mats mag al beginnen met de grote eieren. En dan mogen jullie de kleine kwartel eitjes al pellen. En de kleine kwartel eitjes pellen, dat is het moeilijkste. We gaan die tik, 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 tik. Zo een beetje losmaken. En zorgen dat we ze niet beschadigen. En dan kunnen we hier een klein beetje eraf halen. En zie je, en dan gaat dat veel makkelijker. Dat is zo mooi. Voilà. En wat is nu de verrassing? We gaan ze een eetbaar schaaltje geven. We hebben bruine en zwarte kleurstof. Jullie gaan zo meteen handschoenen aandoen. Die heb ik hier liggen. Voilà. En dan heb ik hier een sponsje. Die gaan we een klein beetje bruin aan het sponsje doen. En kijk, hè. Hup. Dan gaan we het zo echt helemaal terug namaken, zodat we een echte eetbaar ei hebben. Ja, kijk eens. Als je dan deze ernaast houdt. Wow. Leuk, hè? Wow, dat lijkt er keihard op. Kijk. Eerst dacht ik echt van, dit gaat helemaal niet lukken. Maar uiteindelijk het resultaat, dat was eigenlijk best wel mooi geworden. Want het leek eigenlijk net echte eieren. Oké, Mats, dan gaan wij de grote pellen. Ja. Yeah. Gaat dat? Het zijn allemaal kleine stukjes. Nou, kijk, je mocht daar gerust een beetje hard mee omgaan. Kijk. Hopla. En dan gaan we zoeken naar zo'n stukje hier. Voilà. En dan gaan we strek hier een stukje afsnijden. Kijk. Hier gaan we insnijden. Hup. En dan kunnen we dat zo zetten. En dan gaan we hier het bovenste nog afsnijden. Hup. En nu moeten we deze er nog uithalen. En dat gaan we zo doen. Een klein beetje open doen. En dan gaan we die aan de andere kant gaan we die eruit duwen. Want die dooier die hebben we nodig. Waar zit hem hier? 1, 2. Flop. Wow, dat is mooi. Ja? Je hebt hem kennis gewoon uitgehaald. Ja, we hebben dat zo. Dat eier door eruit moeten halen. Eerst de koppelke eraf snijden, dan poepelke eraf snijden. Dan moesten we dat zo
zo'n stukje snijden, moesten we dan zo plop. De eieren worden dat ploppen. Oké, okay, wij gaan een lekkere eiercrème maken. En we gaan dat doen met 5 dooiers. Voilà, die gaan we erin doen. We gaan er ook 125 gram boter bij doen. Gaat dat lukken? Ja, dat wel. Zo. De mayonaise erbij, 25 gram. Plof. Roger? Ja? Ik ben klaar. Zijn jullie klaar? Ja. Wij gaan de eiercrème maken en dan komen we naar jullie toe. Oké. En draaien. Zo? Voilà. Kijk eens aan, onze crème is bijna klaar. Mm-hmm. Kijk eens wat een mooie crème. Ho, ho. Merci. Schrikken. Oh. Klein beetje currypoeier mag erbij. Zo'n klein beetje erbij doen. En die currypoeier gaan we erbij doen, omdat dat mooi geel kan kleuren. Oké. Okay. En dan peper en zout erbij, Mats. Ja. Oké. Welke kant is het? Ja, doe maar draaien. Goed zo. Perfect. We gaan die in een spuitzak doen. Voilà, we gaan een stukje eraf knippen. Oké, okay. Onze spuit gaan we erin doen. Voilà. Jij mag hem vasthouden. Oké, okay, goed vasthouden, hè? Dat heb ik gedaan. Heb je dat nog nooit gedaan? Nee, dat maak ik nooit niet doen van ons mama. Van mij mag jij dat wel doen. Hier, 1, 2. Hopla. 1, 2. Hopla. Dat zit er allemaal in. Ik ga jou verlossen. Ik ga in. 2, 3, 2, hup, 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 yo. En dan oprollen. En dan gaan we met z'n drieën gaan we die uitjes vullen. Kom aan. Oké, okay, kijk. Hier is het inspuiten. Ik heb dat eens één keer mogen doen op de koekjestaart. Hup. En dan mogen we allemaal er eentje vol spuiten. Oké? Okay? Oké. Okay. Waarom? Warm ladies first. Die is ook niet meer zout, want het spiet komt. Je moet hier een beetje knijpen, denk ik. Dat ziet er wel goed uit, hè? Ik ga wat plakjes radijs ook snijden. Hier zit een gat onderin. Dat geeft niet. Toen waren de eitjes uitgerold en toen... spoot je er zeg maar in en dan moest je op een gegeven moment soort van draaien en dan op een gegeven moment loslaten. En dan had je dus een heel mooi toefje. En toen mocht je het versieren en dat vond ik eigenlijk het allerleukste. Peterselie, munt, allemaal lekkere dingen. We gaan ze op het bord plaatsen. Van mij. Kijk, mooi. Van mij, geen van jou, hè. En wat gaan we nu nog maken? We gaan een tosti maken met kaas en brood. En daarbovenop gaan we een spiegelei doen en dan gaan we heel ons nest versieren en dan gaan we het lekker samen opeten. Dus we gaan het brood nemen. Het brood mogen jullie uitsteken. Brood. Het brood met een cirkeltje uitsteken. Ik ga kaas nemen. Hier mogen we dan ook een rondje uitsteken. Oh, dat zal ik wel doen. Kijk, en dan gaan we dat zo doen. Kaas. Een stukje brood, een stukje kaas, een stukje brood en dan een stukje kaas en een stukje brood. En dan hebben we eindelijk al een mooie tosti, hè? Een echte croque monsieur, maar dan zonder ham. Wel leuk om te zien dat ze toch met elkaar als team leuke dingen hebben gemaakt. We gaan een klein beetje olie op doen. Hup. Kijk aan, die gaan we hier... opleggen. Ja. Heel voorzichtig. Beetje olie in de pan doen. Doe er maar één eitje eerst in. Mijn lievelingsei is een paardenoog. Met spek, maar het spek was er vandaag niet bij. Maar dat is niet erg, want het was ook heel lekker. Kijk eens aan, zie. Onze tosti's. De kaas is mooi gesmolten. En hoe is het met ons ei? Goed? Ja.
Heel goed, hè? Dat is goed. Perfectos. Perfectos. Wat peper en zout op doen? Is dat daarboven? Ja, doe maar een klein beetje, niet te veel. Ja, genoeg. En een beetje zout erbij. Perfect. Perfect. We gaan die uitsteken. We gaan onze tosti erbij nemen. Kijk eens aan hier. Ons eitje gaan we erop doen. Voilà. Die andere die gaan jullie het maken, die andere twee. Ja, ik steek het eruit in. Wow! Meisje gerold. Kan ik eventjes helpen? Ja. Ja. Hij is toch wel een klein beetje kapot, maar we gaan er toch nog iets van maken. Hè? Een beetje trucjes doen. Die gaan we erop leggen. We hebben alles klaar. We hebben onze tosties met daarop een gebakken spiegeleitje. Dat is al een heel feest. Dan hebben we onze zelfgemaakte kwarteleitjes. En dan hebben we hier ook nog onze gevulde eitjes. En natuurlijk nog ons sponscakeje uit de magnetron. Ja. Yeah. Voilà. We hebben ons vogelnest. En dan gaan we hem vullen, hè? Ja. 1, 2. Voilà. Die is ook mooi gelukt. Die is mooi gelukt, hè? Kijk eens hier. Zo'n echt... Zo'n tropering. Echte spons. Ziet het aan. En dat moet eigenlijk de fluweelzachte ondergrond zijn van ons nest. Ik kan niet wachten om dat op te eten. Hebben jullie honger? Ja. Kijk eens hoe mooi dat we dat gemaakt hebben samen. Kijk, Lieslot, onze eitjes gaan erin leggen. Het was natuurlijk niet zo eenvoudig. Mijn kennende die best wel een klein beetje precies is. Maar toen ik het vogelnest zag staan, toen had ik er een goed gevoel bij. En dan die gevulde eitjes ertussen. Op de rand zo nog dat kroksje met die kaas en dat spiegeleitje erop. Nou, voor mij was het eigenlijk een mooi compleet verhaal. Een vogelnest. En niet zomaar een vogelnest, maar een keikool vogelnest. Gaan we dat nu lekker smakelijk samen gaan opeten? Ja! Dan moet hij dat zo naar de tafel brengen. En die zat in gele zot en de Deborah zat er allemaal zo... Mats, waar blijft hij nou? Mats, we hebben honger. Mats. Niet zo woe. En ik dacht... Yeah. I like to move it. Oh, je gaat de taartpunten uitsnijden. Ik ga de taartpunten uitsnijden. Mats, kom maar naar hier. Jee, ik ben eerst. Smakelijk. Deze keer is man first. Man first. Voor jou ook? Ik vond het echt heel leuk zo koken met een echte chef. Lekker, hè? Ja. Smaakt naar draadjeschips. Draadjeschips. Nou, ik zou echt gewoon alle ingrediënten die we hier ook hadden, zou ik gewoon echt precies namaken en zo. En op een heel mooi bord zetten, de tafel heel mooi dekken en gewoon binnenkomen alsof je zegt van nou, kijk eens, hier heb ik echt werk aan gehad. Nou, mijn bord is zo goed als leeg. Ik vind dat we dit samen echt keikool en keigoed hebben gedaan. Gaan we nog een vuist geven samen? Ja. 1, 2.